Een hele goeie. Yo yo mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag gingen we naar een superleuk festival. We hebben weer plezier gemaakt, gelachen, alles erop en eraan. Ik hoop dat je van deze vlog gaat genieten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren. Daar word je toch gewoon helemaal moe van. Ik heb er geen woorden voor. Ze komen zo. Ik heb al 100 keer gedaan. Ik wil je vanavond. Een hele goede morgen op deze warme ochtend. En wij zijn even lekker onderweg naar de bus, want vandaag gaan we naar een festival. We gaan naar Concert C. Suzanne en Freek komt daar, Busy komt daar, Kraantje Papi komt daar, Kwikkels Amsterdam komt daar. En ik heb er echt knijter van zin in. Maar we hebben een beetje haast, over 3 minuten gaat de bus. We zijn waarschijnlijk nog wel op tijd, maar we hebben wel haast. We hebben wel haast, dus eigenlijk moeten we beginnen met rennen. Nee, dat is overdreven. Het is echt lekker warm en dat festival, dat concert, is dus gewoon aan zee letterlijk. Het heet ook Concert at Sea, dus dat is gewoon crazy. Ja. En er komen ook nog allemaal andere artiesten. Ik ben er zelf nog nooit geweest, dit is de eerste keer, ook voor Lin. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Het is ook 10:50 en we stonden letterlijk om 8 uur op. Ik moest video editen en Lin moest nog facturen naar mensen sturen. En nu hebben we alsnog haast. Moet je nagaan hoeveel wij deze ochtend hebben gedaan. Ja, dat is gewoon echt niet grappig eigenlijk, maar nee. Ja, hè. We hadden ook letterlijk geen plan, want het is dus 2,5 uur met de bus. Ja. Maar eigenlijk is het maar 1 uur, alleen je moet gewoon even overstappen en zo. Ja, en dat scheelt gewoon zo erg in de tijd. Ja. Dus 5 minuten geleden wouden we nog met de fiets gaan, want met de fiets is dus 2 uur. Alleen, dan zouden we met een normale fiets moeten en Lin heeft echt geen zin om 2 uur te fietsen. Nee, je moet ook gewoon nog terug, dat is het ergste. Ja. Zeg maar heen, vind ik echt geen probleem, alleen gewoon het terug, jongen. Dus nu is het plan dat we met de bus gaan en terug gaan we met de taxi. En jongens, dat is €130. Dat is letterlijk bijna evenveel als die kaartjes bij elkaar. We zijn echt weer wanhopig en zo, maar we gaan er sowieso een leuke dag van maken. Zo. We hebben helemaal geen eten of drinken. Oh, we hebben nog helemaal niks gegeten. Ja. We hebben gewoon nog helemaal niks gegeten en gedronken. En we hebben ook niks mee. Ja, chill. Ja, nee. We halen wel op het station een broodje van 10 euro. Ja, ik kan er ook 5 euro voor een croissant. Hoppa. Ja. Hey, yo girlfriend, what's your outfit of today? Lekker zomers. Adidas Campus, lekker vies en vertrapt. Maar ze zitten lekker, dus daarom doen we ze aan. Kort broekje, top van Zaar. De net gekochte zonnebrand. Waar we nog voor moesten rennen. Ja. 50 SPF, dus Wesley die gaat denk ik niet zo heel blij worden, maar ja, beter dan verbranden. En dan heb ik nog mijn tas die ik een paar maanden geleden heb gekocht. Ja, en ik had gezegd dat je die moest kopen, tenminste uitgezocht. Lin zei welke is leuker. Ja, er was een beige en deze en toen zei Wesley blauw. Ik heb echt zoveel zin in vandaag, ik zit hier gewoon al een week naar uit te kijken. Ik zit al een week tegen jullie te zeggen, dan en dan gaan we naar Concert at Sea. Vandaag is eindelijk dag. Ja. En tot nu toe gaan we dus alleen vandaag, maar morgen komt de show klein. Ik wil daar echt heel graag heen. Dus we gaan vandaag even kijken hoe het is. En als het heel leuk is, dan gaan we morgen ook nog. Ja. Want ja, Joost Klein, die wil je natuurlijk gewoon zien. Tenminste, ik. Lin boeit er niet zoveel, maar ik vind hem gewoon, ja, ik vind hem echt ziek. Oké, we zijn net uit de bus en we moesten nu dus overstappen op het station. Alleen, we zijn er dus achter gekomen dat ik een heleboel ben vergeten. Ik moest 1 keer spullen meenemen en ik heb het gelijk opgefokt. Ja. Ik ben het allerbelangrijkste vergeten en dat is Lin haar oplader. Ik heb niet zo'n goede telefoon, dus die is sowieso gelijk leeg. Dus we hebben Lin haar telefoon echt gewoon voor vanavond nodig voor de taxi en zo. Ja. En die ben ik dus vergeten, is niet zo slim. Is zeker niet slim. Dus we hebben even besloten dat wij iets eerder zijn uitgestapt, zodat we nog even langs de Action kunnen. Ja, en dan zometeen moeten we nog naar het station lopen. Maar nu moeten we dus een nieuwe iPhone-lader halen. Ja, weet je, op zich ook wel handig, want dan heb ik 2. Ja, alleen alsnog gewoon flink baan. Ja. Krijgen we ook lekker een oplader van Action kwaliteit. Ja, ik ben benieuwd of dat een beetje gaat werken. Ach ja, iets is beter dan iets. Nou jongens, we zijn lekker in de Action. Nu gaan we eens een keer een oplader kopen. Ja. Wat is nou ook de beste? Er zijn er zoveel. Volgens mij zijn ze gewoon allemaal hetzelfde, alleen een andere kleur. Goed. Ik vind die roze wel leuk voor je. Ja, hè? Nou, meenemen? Meenemen, denk ik. Koop gewoon. 1,5 meter, dat is lang, hè? Dit is gewoon nog een soort leuke aankoop. Hoezo? Die er gewoon leuk uitziet. Nou jongens, we hebben even wat spulletjes gekocht en we hebben ook nog even wat eten gekocht. Want ja, we hadden nog steeds niks gegeten en nu moeten we wachten op de bus. En dan moeten we nog ongeveer 1 uur in de bus en dan zijn we er al. Dus het valt op zich wel mee voor ons. Ja, moeten we er nou nog een keer overstappen? Nog 1 keer? Volgens mij wel 1 keer, maar dat is een overstap van 2 minuten of zo. Ja, dus precies, dat valt het dan mee. Dat is echt heel chill. Voor de rest kunnen we gewoon lekker in de bus zitten. En lekker eten. Telefoon is lekker opladen. Ja. Kijk, ik moest nog een oplader kopen voor de camera. En deze oplader is dus een multifunctionele... En deze oplader is dus multifunctioneel. Je kan en je Samsung ding opladen op je camera en je iPhone. Ja. Dus je hebt eigenlijk die voor niks gekocht. Ja, maar daar hebben we deze gewoon voor altijd. Dat is wel echt chill. Ja, inderdaad. Echt chill dat je gewoon allebei dan kan opladen. Ja. Is dat nou het enige wat je gaat eten als ontbijt? Ja. Ben je serieus? Ik hou niet zo van broodjes. En zeg maar... Ik vind op zich wel een frikandelbroodje lekker. Ik wou net zeggen, vroeger had je wel vaak gewoon frikandelbroodjes en zo. Ja, alleen dat het geen gewoon zo goed te ruiken of
Ja, en op een gegeven moment heb je het ook wel gezien ofzo. Ja. Ja. Ik heb dus een kipbroodje en een pepperonibroodje. Die heb ik niet zoveel gegeten, dus ik ben benieuwd. En ik heb 2 appelroodjes. Ik ben echt zo hyped voor zometeen. Het is lekker weer. Alles gaat gewoon prima. Jongens, dat loopt allemaal nog niet zo soepel. Maar we moeten gewoon in ons gedachten houden. Oké, over 2 uur staan we gewoon lekker bij fucking Suzanne en Freek. Ja. Ja. Hey, jongens, ik heb een oplossing gevonden voor de oplader. Kijk, ik heb hem gewoon een beetje uit elkaar getrokken. Dan stop ik deze erin. En dan stop ik deze erin. En dan kan hij het gewoon doen. Eigenlijk is hij ook 2 meter. Dus als ik me helemaal uittrek, dan is hij ook helemaal niet chill. Nee, dan zit ik in een bus precies. Met 2 meter lang dit. Stel, je ziet iemand in de bus met zo'n snoer hangen. Ja. Is het Yusu wat in haar? Wat? Doe weg dan. Kom dan met je hoofd. Doe weg! Wat zit er? Wat vind je er nou van dat ik aan dagelijks vloggen ben? De hele dag de camera op je koppie? Ik vind het wel meeval hoor. Ja? Ja. Goed zo. Ik had eigenlijk wel een soort erger verwacht. Ja, snap je beter. Maar ik vind het echt niet erg of zo. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk dat jij het doet en dat ik er ook af en toe in mag. Lin is soms zo droog in die vlogs en dan de helft moet ik ook gewoon uitknippen. Wel geeft ze gewoon een antwoord, daar heb ik niks aan. Dan zegt ze gewoon zo van ja. Ja. En de bus komt. Zoals nu, dan verpest ze gewoon heel mijn shot over iets. En dan gaat ze gewoon opeens over iets anders beginnen. Nou, we zitten in ieder geval in de bus. Nog een uurtje en dan zijn we daar. Nou jongens, we hebben de busreis overleefd. En we zitten hier even aan het water. Even uitrusten en in te smeren en zo. We kunnen zo meteen pas naar binnen. Dus hier gaan we even wachten. En dan even lekker genieten van het zonnetje. En dan gaan we naar binnen. Ik hoorde dus mensen allemaal zeggen dat het een doolhof is qua de ingang zoeken en zo. En wij waren het ook al aan het zoeken. Dus we dachten, we gaan eerst gewoon even hier zitten. Moeten we nog eens meer en zo. En het echte programma begint pas over een uur. Alleen volgens mij is het dus echt een drama om de ingang te zoeken. Ja, maar het is ook zo'n groot terrein. Het is echt knijtergroot. Ik ga jullie zo meteen laten zien. En de ingang is onmogelijk te zoeken. Ja, maar we gaan het zien en we gaan hopen dat het lukt. Dus het komt wel goed, sowieso. Het wordt wel lekker toch? Kijk, het zonnetje schijnt dus niet volledig, want het is een beetje bewolkt. Alleen het is wel gewoon 24 graden en het is echt knijtwarm. En in de bus zei ik nog tegen jou zo van, maat, het gaat de hele tijd bewolkt worden. Moesten we niet onze trui meenemen. En nu ben ik echt blij dat ik mijn trui niet meer heb genomen. Ja, precies. Want is zo verschrikkelijk heet. Dat is ongelooflijk. Ook gewoon omdat we met het openbaar vervoer gaan, had ik ook zoiets van, ja, ik neem toch geen trui mee. Want, nee, precies. Zeg maar, je hebt meer nodig onderweg dan dat je daar staat. Ja. We hebben echt zoveel geluk met het weer. Stel, het was 2 weken geleden of zo, dan kreeg je gewoon regen op je kop. Wij gaan in ieder geval even de ingang zoeken en hopelijk lukt dat. Jongens, die buschauffeur, hij zei tegen ons, ja, als we weer bij de volgende halte neerzetten, dan ben je dichtbij. En die ingang is dus blijkbaar nooit meer open. Dus nu moeten we 25 minuten lopen, helemaal terug. Het is hier ongeveer 30 graden voor mijn gevoel. En we mogen nog even 25 minuten lopen voor die ingang. Daar word je toch gewoon helemaal moe van. En ja, word je daar helemaal moe van? Ja, je wordt gewoon een soort van in het midden. Van heel dat terrein, zeg maar, gedropt. En dan moet je of naar de linker of naar de rechterkant. Alleen is volgens mij nog verder lopen dan dat het eerst zou zijn als we bij de bushalte daarvoor waren uitgestapt. En kijk even waar we lopen. Ja. Maat, wat zie ik allemaal? Ja, ik heb er geen woorden voor. Jongens, ik zeg het niet graag. We zijn al een half uur aan het lopen en we zijn nog steeds niet bij de ingang. We moesten dus blijkbaar helemaal inlopen en blijkbaar helemaal omlopen en blijkbaar waren we helemaal bij de verkeerde kant. We zijn al letterlijk een uur aan het lopen. En ik heb het warm. En ik word echt knijtig. We zijn nog niet eens op het einde, hè? Jongens, we hebben goed nieuws. Het einde is eindelijk in zicht. Ze hebben een pauze genomen, want we moesten zo knijtig ver lopen. Ik lach erom. Maar het is echt niet grappig. Ik heb gewoon echt het gevoel dat ik 10 kilometer heb gelopen. En dan ook niet eens op een normale weg, hè? Gewoon door stenen, door gras. Door zand. Door de bossen. Maar we gaan even bij dit strand even uitrusten. Ik heb poffertjes, Lin heeft een broodje kaasvlees. Dan gaan we zo meteen weer verder strijden. Maar het einde is dus... Ja, ik heb echt zo weinig energie. Ik moet gewoon ook echt even bijkomen. En gisteren, toen had ik gewerkt. En toen heb ik gewoon 7,5 uur lang gestaan. En dat was ook nog eens druk. Dus ik was gewoon veel in de weer. Dus ik had echt super veel last van mijn voeten. En nu... Heb ik bijna voor mijn gevoel 10 kilometer gelopen. En gaat het je, meisje? Ik kan wel weer gewoon naar huis. We hebben even die telefoon aan de oplader gedaan en ze hebben hier gratis wifi. Dus dat is altijd mooi. Ja. Hebben we er nog een beetje zin in? Ja, ik heb zin in mijn broodje kaasvlees. Niet meer om te lopen, maar wel om daar gewoon te zijn. Kijk, lekker poffertjes. Even lekker smikkelen en zo meteen gaan we gewoon naar Suzanne Freek. Holy shit. Naar onze idolen. Jongens, na een uur lopen zijn we er eindelijk. We zijn er. En het is echt heel druk. Het is echt heel groot, maar wel leuk. Kijk dan, en dat is niet eens de main stage. Nee. Daar zo ergens is de main stage en daar is het nog drukker.
Weet je waar ik echt van moet denken? Als ik zeg maar allemaal van die mensen zo kriond door elkaar zie, nee, denk ik altijd aan die serie The Walking Dead. Ja. Ik zie ook allemaal zombies in grote groepen gewoon zo lopen. En zoals ik zei, heb je hier ook van uitzicht op zee. Kijk, achter die stages is gewoon de zee. Dat is mooi. We hebben echt honger, dus we gaan eerst nog even eten. Alleen de vraag is, waar kunnen we eten? Ja, want er is best veel, maar we worden een beetje verhinderd door alle drukte. Dat zeebriesje is ook wel lekker. Nu staan we op een soort van berg. Alleen onderaan de berg, zeg maar, is helemaal geen wind. Alleen hier. Op de berg, jongen, het is een dijk. We zijn bij de zee. Ik moet toch zeggen, ik vind dit een flinke berg. Een berg van 3000 meter. 300.000 meter. Die bestaan niet. Jongens, let maar niet op Lin. Ze heeft iets te veel kindercola. Jongens, kijk deze hamburger. Deze is echt lekker. En die gaan we even chappen, jongens. Wat een vibe, jongens. Kraantje papi. Kraantje papi. Over 10 minuten komt ons aan het trek. Ja. Hoe leuk is het op een schaal van 1 tot 10? Een 9. Jongens, het is best lastig om veel te vloggen, maar het is ook best koud aan het worden. Ja, er komt echt een frisse wind. Heel vervelend vind ik dat, want ja, haat koud. Maar het is op zich best gezellig. Ja, inderdaad. Maar de leukste artiesten, die moeten nog komen. En daarom zijn we aan het wachten, want die komen echt over 13 minuten. En we hebben best goede plekken. Ja, lekker dichtbij. Hey. Ze komen zo. Schrijf een groep van niet als ik thuis kan blijven. Jongens, het is freaking druk. Ja. Kijk hoeveel mensen er zijn. Ja, nou, Suzanne en Freek zijn afgelopen, dus busy bezig. Alleen... Maar het is wel gewoon een gezellige sfeer en zo. Iedereen is gewoon gezellig vandaag. Ja, precies. Echt zo leuk. Iedereen komt hier juist om een feestje te doen. Ja. En het vandaag is niet uitverkocht. Moet je nagaan hoeveel mensen er morgen zijn. Ja, bizar. Is het nou zomermaan? Ik heb zin in de zomermaan. Ik heb zin in de zomermaan. Hey jongens, zoals jullie zien zijn we weer lekker thuis. Het was leuk, we hebben lekker met de taxi naar huis gereden. We konden al iets eerder naar huis, want het werd vreselijk koud. Oh, het was echt zo koud. Er stond daar een zeebriesje, zoals jullie zagen. En eerst was het zeg maar beneden, stond gewoon de zon. Maar de podium stond aan de kant van de zon, dus we stonden op een gegeven moment in de schaduw. Ja, en de wind kwam ook van de zee af, dus je... Ja. Dus het werd fris en we hadden maar een shirtje en een korte broekje. Toen dachten we om 12 uur, het is mooi geweest, we gaan naar huis. Toen moesten we nog een kwartier in de scooter. Maar ik vond het wel gewoon een geslaagde dag. Ja, ik ook. Het was gezellig. Zeker. Vooral Suzanne en Freek, dat was echt het leukste. Dat vond ik zo leuk. Ik had het ook niet verwacht dat het leukste was geworden. Maar het was gewoon, uiteindelijk was dat het leukst. Maar ik vond wel, zeg maar, dat zij ook gewoon het beste optreden, zeg maar, gewoon hadden. Ja, en staan ook het meest iedereen mee of zo. Gewoon de vibe. Maar ja, iedereen was gewoon blij. Het was geen zonnetje, het was echt leuk. Precies. Ik heb helaas vandaag niet zoveel kunnen filmen, maar ja, dat is logisch. Morgen ga ik weer knijterhard mijn best doen om gewoon een leuke planning te maken. Dat komt vast helemaal goed.
Ja, maar ja, weet je, op festivals, je moet zeg maar letten op je spullen. En elke keer als je iets wil filmen, dan moet je het wel natuurlijk uit je zakken halen. Want ja, je loopt er niet zomaar zo. Ik heb er ook niet heel erg op gelet. Ik dacht, ik ga gewoon lekker genieten van de dag. En wat ik film, film ik. Ik heb lekker mijn best. Ik heb gewoon weer mijn best gedaan. En ik ga ook niet te zwaar tillen. Ik hoop dat jullie deze video alsnog leuk vonden, deze vlog. Morgen gaan we knijpwerk strijden. Gaan we echt weer een hele leuke dag maken. Ik heb heel veel zin in morgen. We hebben iets leuks op de planning. Ik ga hem niet vertellen wat, dus dat is een verrassing. Wij gaan lekker slapen gelijk, want het is veel te laat. Ik heb net in de taxi ook geslapen, echt erg. Er zaten ook andere mensen in en Lin zei dat ik snurkte. Maar maakt hij nou een grap of niet? Ik maak het een grap. Oh, gelukkig. Oké mensen, wij gaan lekker slapen. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Morgen.